Vandaag in het Rijnmond Nieuws. Mogen agenten hun dienstwapen mee naar huis nemen? Als hij dat dienstwapen niet bij zich had gehad, dan was het nooit gebeurd. Onderzoeker zegt dat de wijk niet veiliger wordt, wel gezelliger. Misschien werkt het zelfs een beetje averechts, zodat mensen het idee krijgen dat er wat meer onveiligheid is. Want als je het niet weet, weet je het niet. En weerman Ed Aldus op het dak bij een nieuwe buienradar. Soms is het in de ene wijk droog, terwijl het in de andere regent. En deze is 100 keer zo nauwkeurig, want hij heeft een resolutie van 100 bij 100 meter. Morgen droog, in de middag zon en stapelwolken. En dat bij een temperatuur van 21 graden. Straks meer. In Rotterdam zijn vele honderden buurt-WhatsApp-groepen actief. Maar of deze groepen echt bijdragen aan de veiligheid van een buurt, dat is nog maar de vraag. Nieuw Rotterdamse onderzoek wijst uit dat dit niet het geval is. Dat straks, maar eerst het andere nieuws. Twee dagen na de gezinsmoord in Dordrecht, waarbij een politieagent zijn twee dochters en vrouw doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, gaan er stemmen op dat de politie meer had kunnen doen om het drama te voorkomen. Maar politie-expert Lex Cachet is het daar niet mee eens. Er lopen in Nederland 60.000 politiemensen rond. Laten we zeggen dat daarvan 40.000 misschien wel iets meer een wapen dragen. En dat gaat in 99,9% van de gevallen gaat dat gewoon goed. Dus hoe dramatisch het ook is, eigenlijk zegt me dit helemaal niks over de politie. En iemand die zoals deze wanhopige man zijn gezin wil uitmoorden, kan ook in de plaatselijke kroeg een wapen kopen. Blijkbaar slaan op een gegeven moment bij een enkeling slaan de stoppen door. En dat is heel dramatisch, maar ik vrees dat je daar niet heel erg veel preventief aan kunt doen. Agenten mogen in bepaalde gevallen hun wapen meenemen naar huis. De dader ook, omdat hij in een zogenoemd flexteam zat. Het feit dat hij kennelijk deel uitmaakt van een flexteam maakt het alleen maar logischer dat hij zijn wapen thuis heeft. Dan is het de bedoeling dat je heel snel in dienst kan komen om collega's die ergens in de problemen komen te ondersteunen als team. En dan is het natuurlijk volstrekt logisch dat je en je uniform en je wapen thuis hebt, zodat je snel ter plekke kan komen. Voorwaarde is natuurlijk wel, als je je dienstwapen mee naar huis neemt, dat je het veilig inbraakvrij staat er ergens in de regeling opbergt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je kinderen met dienstwapen gaan spelen. Politie-expert Lex Cachet legt dus uit dat agenten wettelijk zijn toegestaan om hun dienstwapen mee naar huis te nemen. Maar wat vinden de Dordtenaren hier in Sterrenburg daarvan? Ik ben een zoon van een politieman en mijn vader in mijn jeugd die had zijn dienstwapen altijd thuis, iedere agent toen, en gewoon in het nachtkastje. En nu moet hij thuis in een kluisje, ja. Dus ja, er zijn dingen al heel erg aangescherpt, vind ik. Ik vind het een schande. Ik vind het echt een schande dat het is gebeurd. Het had niet nodig geweest als hij dat dienstwapen niet bij zich had gehad, dan was het nooit gebeurd. En pas als ze in dienst zijn, kunnen ze pas die wapen gebruiken. Ik vind dat niet akkoord. Een wapen moet gewoon op werk in een kluisje. Ik denk dat het thuis best is, alleen de jongens zelf moeten goed psychisch en lichamelijk fit zijn. Dit is gewoon een incident, het moet niet vaak voorkomen. Maar ik vind nog steeds dat agenten gewoon hun eigen ding moeten kunnen doen. Opnieuw was er hier in Rotterdam een zitting over de moord op de Amerikaanse studente Sarah Pappenheim. Een hele korte zitting. 3 minuten duurde hij wel geteld. En toch was de moeder van Sarah speciaal vooruit de Verenigde Staten naar Nederland gekomen. I'll be here for my daughter. 3 minutes, 10 minutes, 1 minute. She deserves to have somebody here and so people know that there's people that love her. Donnie Odegaard heeft inmiddels het volledige dossier van deze strafzaak gelezen in het Engels. Tot in alle gruwelijke details. En dat wil ze ook. Want anders gaat ze alleen maar verhalen in haar hoofd aanmaken. Oh ja, yeah. I want all the details. Because I feel her pain. When I close my eyes, otherwise I was making my own presumptions of what happened. So it kind of puts some story into the one that I was dreaming about every night when I close my eyes, you know, it puts a story to it, at least not a good one of course, but it helps. Op 27 november dan is Donnie Odegaard weer in Rotterdam en dan wordt de zaak echt inhoudelijk behandeld. Binnenkort een nieuwe neerslagradar in Rotterdam. En waar wordt die dan geplaatst? Nou, hier achter mij, boven op de Delftse Poort, ruim 40 verdiepingen hoog.
Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt... Nou, hij staat nu achter ons. Hij staat nog stil. Maar straks gaat hij rondjes draaien. Elke minuut een rondje. Dus elke minuut hebben we een heel beeld van de Rijnmondregio. Waar het nou precies aan het regenen is. En dat is hoe die werkt. En de ene schotel zendt het signaal uit. En de andere schotel die vangt het signaal weer op. Ja, en wat gaat het betekenen voor de burger, zeg maar, zo'n neerslagradar? Ja, allereerst als stad gaan we veel beter begrijpen wat regen nou doet. Wat met wateroverlast, et cetera. En dan kunnen wij beter maatregelen nemen. Waar passen we het riool aan en waar passen we waterbergingen toe? Maar voor de Rotterdammer en voor iedereen in het Rijnmondgebied is het natuurlijk ook leuk als hij op een appje kan zien of hij droog kan fietsen. Dat vind ik wel handig als fietser. Ik ga altijd op mijn fiets naar mijn werk en ik word altijd zeiknat van die motregen. Nou, dat gaan we met deze, kunnen we dat echt gaan zien ook. Je hebt hem ook een beetje voor jezelf genomen. Nee hoor, voor iedereen in de Rijnmondregio. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen, maar nu is dat verleden tijd. Dit is het hoogste punt in het centrum van Rotterdam, dus we kijken hier hoog, hoog en droog, nou niet droog nu, maar we kijken hier hoog over de stad heen. Nog wel. Nog wel, ja. Straks komt de Zalmhaventoren met 220 meter. Dat staan, hè? Ja, ja, weet je, dat houden we niet tegen. Nee. Maar heb je daar dan ook geen last van met deze radar zometeen? Nou, er zal een klein deel van het beeld zal wegvallen, maar in principe hebben we nog een compleet beeld voor de rest. Nou, het is echt fantastisch. Ik ben echt super benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Maar nou moet het nog wel gaan regenen. En ik kijk nu naar achter, hele donkere wolken. Ja, ja. Dus ja, laat het maar goed gaan regenen, want dan kan die natuurlijk goed getest worden. Regen is interessant, daar zitten we op te wachten. Ja, nou, we gaan het afwachten. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. Ik vind het een fijn gevoel. Ik hou van sociale betrokkenheid te stimuleren. Dus als je met elkaar in zo'n app zit, dan bevordert dat betrokkenheid, veiligheid, informatie delen. Kan alles zijn, ja. Als ik u nu vertel dat nieuw onderzoek uitwijst dat het eigenlijk helemaal niets doet voor de veiligheid. Dat verrast me. Ja. De gedachte is, mensen worden alerter, zien verdachte situaties, melden dat dan aan de politie. De politie treedt snel op. Nou, allereerst zien mensen niet zoveel verdachte situaties. Als ze ze zien, zijn ze vaak in dubio. Moet ik nou wel of niet melden? En ook is er onduidelijkheid over waar je moet melden. Is dat nou 112? Is dat 0900 8844? Er is nog heel veel onduidelijkheid bij mensen over. En dan vervolgens is het nog maar de vraag of dan als de melding wordt gedaan, of de politie er op tijd is. Ik weet niet of het echt is. Ik denk wel dat het voor het gevoel van veiligheid bijdraagt. Dus alleen daarom al is het goed, volgens mij. Ja, er is veel meer sociale controle en ja, ik heb wel het idee dat dat helpt. Ja. Moet ik je teleurstellen? Ja. Dat zal wel niet. Shit. Ik ben het er mee eens dat het waarschijnlijk weinig nut heeft. Want wat wij ook vooral zien is dat de auto-inbraken 's nachts worden gepleegd. En 's nachts slaapt iedereen. En dan vragen ze, heeft iemand om 3 uur van vannacht dat en dat zien gebeuren? Nou, dat antwoord is nee natuurlijk. Dus het heeft geen nut. En misschien werkt het zelfs een beetje averechts. Dat mensen het idee krijgen dat er wat meer onveiligheid is. Want als je het niet weet, weet je het niet. Ik vind dat Rotterdam is al vaak op allerlei fronten van het veiligheidsbeleid vernieuwend geweest. Nou, ik daag ze uit. Laten we ook eens op dit gebied vernieuwend zijn. Ik gaf al aan, voor mensen is het soms onduidelijk waar je moet melden. En het helpt ook als je iets gemeld hebt, dat er teruggekoppeld wordt. Wat heb je ermee gedaan? En wij zien dat dat heel weinig gebeurt. Nou, zo zijn er verschillende methoden om ook op het gebied van veiligheid de boel nog best een eindje verder te helpen. Rotterdam moet veel meer zonnepanelen krijgen. Nu liggen er in de stad zo'n 100.000, maar als het aan het gemeentebestuur ligt, moeten dat er over 10 jaar 1 miljoen zijn. We hebben eigenlijk een analyse laten maken. Wat zijn nou de plekken in Rotterdam waar we die zonnepanelen kwijt kunnen zonder dat dat tot overlast leidt? Nou, bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen op water of velden waar je zonnepanelen neerlegt. Maar de grootste potentie ligt er op daken. Rotterdam is platte daken hoofdstad van Nederland. Dus we hebben echt hele grote oppervlakte met platte daken op woonhuizen, maar vooral ook op bedrijven. En die willen we, waar dat kan, zoveel mogelijk benutten. Rotterdam wil tempo maken met het opwekken van schone energie, om zo in 2050 niet meer afhankelijk te zijn van de fossiele brandstoffen.
Dat veel Rotterdammers nu nog geen zonnepanelen hebben, komt volgens de wethouder omdat het niet op ieder dak past. Maar ook omdat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden. En daarom biedt de gemeente nu ondersteuning. Wij willen voor ondernemers het ook makkelijk maken om zo'n afweging te maken. Dus wij maken een analyse, kijken is zo'n dak geschikt, kan je een business case rondkrijgen. En als we dat hebben aangetoond, dan zie je dat heel veel ondernemers, bijvoorbeeld in de Spaanse polder is dat heel goed aangeslagen, zeggen ja, leg die zonnepanelen maar bij mij op het dak. De Maansilo is een van de voorgestelde plekken om de cultuurcampus, het iconisch gebouw op Zuid, te gaan laten vormgeven. Misschien nog een stukje het water in, optima forma zal ik maar zeggen. Kunst, onderwijs, toerisme. Rotterdam moet een zogenoemde cultuurcampus krijgen, op Zuid. Drie wijze Rotterdammers doen dat voorstel aan het gemeentebestuur en dat heeft wel oren naar een iconisch, veelzijdig pand. Een gebouw waar studenten rondlopen, waar kunst wordt gemaakt, waar mensen elkaar ontmoeten, waar debatten plaatsvinden, waar je koffie kan drinken, een broodje kan eten. Op de cultuurcampus gaan zo'n 2500 jongeren studeren en ook exposeren. Een andere kans hebben qua locatie is het Sjaarloze Hoofd. Als je een beetje die kant op gaat, dit is echt een plek waar ook heel Rotterdam bij elkaar komt. Dus natuurlijk is dit een optie om ook de cultuurcampus te gaan neerzetten. Er is nauwelijks hoger onderwijs op Zuid en met cultuur is het vaak ook magertjes. De cultuurcampus moet het leven van de Zuiderlingen veranderen. De cultuurcampus is er natuurlijk in de eerste plaats zeker ook voor de bewoners van Zuid. Hè? De Rotterdammers die dat absoluut daar verdienen. Derde en laatste kans hebben qua locatie Hart van Zuid. Het nieuw te bouwen gebied rondom Ahoy. Ja, word je hier ook niet blij van? Wordt natuurlijk moeilijk kiezen, alle drie. Want dit heeft ook natuurlijk absoluut de potentie om hier de cultuurcampus neer te zetten. Cultuurcampus op Rotterdam-Zuid. Ik geloof dat u het helemaal ziet zitten. Ik zie het absoluut helemaal zitten. 3 weken trainde hij al mee, maar deze week tekende Anas Acebar daadwerkelijk een contract bij FC Dordrecht. Tot het einde van het seizoen. De oud-Feyenoorder heeft na mindere jaren bij PEC Zwolle en NEC weer plezier in voetballen en wil bij Dordrecht laten zien wat hij kan. Ik wil groeien met Dordrecht zelf. Ik denk dat Dordrecht ook wil groeien en ik zelf persoonlijk ook. En ja, het is een hele mooie periode om dat te laten zien. 25 jaar is Acebar pas, maar toch is hij de oudste veldspeler van FC Dordrecht. En dus voelt de aanvaller zich verantwoordelijk en wil hij een soort mentor zijn voor de jongere spelers. Ja, absoluut. Ik denk dat dat hier wel een rol in gaat spelen. En dat ik jongens absoluut even erbij moet nemen. En dat hoort erbij. Ik denk dat, vind je het ook leuk? Ja, zeker. Ik denk dat ik daarvoor ook gekozen heb. Ook een van mijn redenen waarvoor ik hier naartoe ben gekomen. Het is toch iets anders, weer een hele andere rol, weer een hele andere ervaring. Dus dat probeer ik ook op me te nemen. FC Dordrecht speelt vrijdag in de keukenkampioendivisie in Noord-Holland tegen FC Volendam. Acebar zit sowieso dan al bij de selectie van FC Dordrecht. Tijdens het ondernemersontbijt in de Rotterdamse Maassilo werd woensdagochtend de Ketel Binky prijs uitgereikt. Een prijs voor jonge, innovatieve ondernemers die Rotterdam op een originele manier op de kaart hebben gezet. Genomineerd waren comedyclub Haug, Schiphol en Scone Energy. En de winnaar van de Ketel Binky Prijs 2018 is geworden... Ik zag het al een heel klein beetje toen het papiertje eraf werd gehaald. Ik zag heel groot in koeienletters Scone staan op dat beeldje. Hij stond al recht voor me. Scone, hartelijk gefeliciteerd. Heel concreet is Scone een bedrijf die begonnen is om mobiele energie in 20 voetscontainers te introduceren in de scheepvaart. En om dat ook dus economisch rendabel te maken en betaalbaar voor zowel de scheepseigenaar als andere klanten, zijn wij ook diezelfde mobiele unit gaan introduceren op land. Dus bouwplaatsen, festivals, filmsets, je kan het zo gek nog niet bedenken. Ja, ongelooflijk, wat een grote eer. Het jullie oordeel is dat we ons echt onderscheiden doordat we in meerdere markten actief zijn, zowel de maritieme sector als op land. En ook echt bijdragen aan een maatschappelijke oplossing voor de energietransitie. Van een heel mooi bedrijf verloren die het van harte wordt gegund, Scone. En om met deze nominatie terug naar huis te kunnen komen en iedereen een stukje trots te geven op waar ze werken, dat is eigenlijk de winst en die hebben we. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, het is geweldig. We zijn 4,5 maand bezig eigenlijk. En nu word je genomineerd voor iets. Dat vinden we fantastisch. En ze hebben een geweldige winnaar, toch? Dus helemaal goed.
Het is zo leuk om steeds voor nieuwe uitdagingen te komen te staan en nieuwe kansen te zien. En ja, dat is echt elke dag weer heel erg leuk. Beginnen met taart, eindigen met bier en morgenochtend koppijn. Zo is het. Daar gaan we voor. Gaan we doen. Dankjewel. In 2010 stopte hier de laatste trein over de oude spoorlijn van Den Haag naar Rotterdam. En nu is het dak van het oude station een tuin. En het perron is het podium van een feestje. Het feestje van de nieuwe eigenaar van de Hofbogen. Onze reis in de Hofbogen begon eigenlijk in november vorig jaar. We stapten daar met ons team een hofboog binnen die geen vloer had. Hij lekte, alle kabels hingen uit de muur. En toen was het oprechte verliefdheid op het eerste gezicht. De oude spoorlijn is verkocht na een lang en moeizaam traject om de bogen op te knappen. En nu willen we ook het dak op. Dat je kan wandelen daarover, verschillende soorten groen ziet, met het seizoen meekleuren, kinderen spelen, je ziet de natuur, je hoort de vogels, de vlinders. Ja, dat lijkt ons ideaal. Ik bedoel, deze zeg maar strekkende 2 kilometer hier, volgens mij is dit totaal uniek. Een dakpark van 2 kilometer slingerend door de wijken, het is een lang gekoesterde wens. Maar elke keer stranden de plannen. De Rotterdamse wethouder vindt dat het er nu toch echt eens een keer van moet komen. Het is heel belangrijk dat het sowieso een hele groene functie krijgt. Een functie waardoor het fijn is om hier overheen te lopen en ervan te genieten. Het moet ook een functie hebben voor het opvangen van water, voor de kwaliteit van het leven. En voor de rest zijn er heel veel openingen. Dus we willen echt ook vanuit de buurt horen, is spelen belangrijk, is zitten belangrijk, is tuinieren belangrijk. En dan maken we er een goed plan van. Voorlopig is er €1 miljoen voor gereserveerd, maar dat mag best iets meer worden. Het is nu eerst plannen maken. En in 2021 zou het dan kunnen betekenen dat we opstappen op het groene spoorviaduct. Dat het een dak wordt van de wijk, voor de wijk, waar iedereen happy mee is en zich lekker kan ontspannen als die op het dak komt. En geloof je erin dat het nu daadwerkelijk gaat gebeuren over 1,5 jaar al? Ik weet zeker dat dat nu gaat gebeuren. Dit was alweer het Rijnmond Nieuws. Heb je zin om de hort op te gaan van het weekend? Blijf dan vooral kijken. Anton Slobboom en ik vertellen je zo meteen namelijk wat er allemaal te beleven is in de regio. Tot snel. Meer nieuws? Ga naar Rijnmond.nl of check de Rijnmond app.